De gemeente Dronten wil het maximaal aantal vliegbewegingen per jaar vaststellen op 25.000. Maar kabinetsadviseur Alders houdt vast aan 45.000 vliegbewegingen. En dat kan behalve geluidsoverlast ook gevolgen hebben voor landbouwers die willen uitbreiden. De pasregeling, de programmatische aanpak stikstof, landbouwers, tuinders. Wij hebben als provincie een bepaalde ruimte gekregen. Daarbinnen mogen we en kunnen we werken. Op het moment dat er zo'n andere activiteit komt die daarvan afsnoept, blijft er minder ruimte over voor onze landbouwers. Bovendien maakt de gemeente zich zorgen over het windmolenbeleid. Vanwege de aanvliegroutes zullen in Zeewolde hoge windmolens verwijderd moeten worden. De gemeente is bang dat die op Drontengebied worden teruggeplaatst. Ondanks het feit dat Alders deze argumenten niet meeneemt in zijn advies, heeft de gemeente nog hoop. Mevrouw Mansveld die krijgt nu die brief definitief op haar bureau. En wij gaan nog een lobby doen, ook richting onze Tweede Kamer. De mensen van het CDA, van beste mensen, trek aan de bel. Help, help. Het advies over de uitbreiding van de luchthaven moet nog in de ministerraad en de Tweede Kamer worden besproken.